En welkom terug bij Harry Potter deel 4. Helaas is dit deel 4, geloof ik, of deel 5. Helaas wel. En denk je van waarom is het helaas, Daniel? Omdat ik eigenlijk alle video's had geüpload. Of niet geüpload, op had genomen. Sorry, dit is redelijk laat. Ik ben nu redelijk gaaf op dit moment. Dus ik heb alle video's opgenomen tot het einde. Ik dacht van, ben ik eindelijk fucking vanaf. Heb ik 1,5 uur of zo over gedaan. Weet ik veel. Iets langer misschien. En kom ik erachter dat het zwart beeld is. Dus een godverdikke kutzooi. Weet je wat ik besloten heb? Ik ga niet al die levels opnieuw doen. Mocht je het graag willen doen, kijk naar Serpent Gameplays kanaal. Die staat bij op mijn kanaal staat een linkje naar zijn kanaal. En daar kan je, als het goed is, heeft hij daar de volledige serie van op staan. Hoop ik. En als zo niet, dan kijk je maar naar een andere serie. Dus wat we gaan doen is de tovertoernooi opdracht 1. De draak kan niet goed praten. En ik ga het meer doen. Dit ga ik niet doen, want daar had ik wat moeite mee. En gaan we Voldemort verslaan. Dat is het enige wat we gaan doen. Zoals ik zei, als je graag wat meer wil zien, kijk vooral op YouTube. Want er zijn vast en zeker wat veel meer filmpjes. Ik vind dit een kutspel. Dus ik ga mooi hier niet mee verder. Ik ga alleen dit doen. Dit doe ik echt alleen omdat het Harry Potter is. Ik zou ook gewoon Voldemort kunnen doen, maar ik bedoel van. Dit zijn toch. De tweede die ik nu laat zien is toch het leukste deel van het spel zelf. Het staat totaal nergens op. Het heeft niks te maken met iets anders van het gameplay. Maar op zich, ik bedoel van, het is wat afwisselends. Dus we gaan het gewoon even lekker doen. Dus wat je moet doen is vliegen. In het volgende moeten we gewoon zwemmen. En in de laatste gaan we gewoon Voldemort helemaal stuk maken. Want dat weten we natuurlijk allemaal. Ik bedoel, het spel is toch al wel een hele tijd uit. En eigenlijk is de film is ook wel een tijdje uit, weet je. Dus wat ik hier had was zilver. En ik had bij de andere ook zilver. Dus ik ben benieuwd of het me lukt om nu goud te krijgen. Zo niet, dan boeit het ook eigenlijk vrij weinig. Ik bedoel maar. We hebben het toch allemaal. Dus ik baal er echt om dat ik het helemaal heb verkloot. Dus ja, voor de mensen die zich hadden verheugd op, mijn excuses ervoor. Maar ik ga het niet nog een keer opnieuw doen. Aangezien ik ben van. Ik heb het net uitgespeeld, echt weet ik veel, een paar uur geleden. En dan heb ik geen zin om het weer helemaal opnieuw te gaan spelen. Niet bij zo'n soort spel als dit in ieder geval. Dus ja, mijn excuses daarvoor. We gaan toch door. We gaan dit doen. Ik bedoel, lijkt me vrij logisch. Ik wil toch een einde van dit deel maken. Van dit deel. Dus het wordt gewoon één hele video. We gaan gewoon een hele video maken met die drie delen. Wordt waarschijnlijk iets van 20 minuten of zoiets. En ik heb geen flauw idee. En ja, dat wordt wel leuk. Hey, misschien wordt dat wel leuk. Misschien ook niet. Ik heb geen idee. We zullen zien, hè. Supersnelheid, het is geen bezem meer. Het is een helikopter. Dat slaat nergens op, want helikopters zijn helemaal niet zo snel. Maar goed, bezems zijn normaal gesproken ook niet eens snel. Dus misschien zijn de helikopters in de toverwereld wel snel. Je weet het maar nooit, toch? Je weet het maar nooit. Ops, oké. Over Zwijnstein en door Zwijnstein en. Wow, druk! Uitkijken, Horry! Horry, er is een draak achter jou aan, meneer Harry Potter. Dus ik ben ook redelijk moe op dit moment. En dat wordt leuk. Dit gaat leuk worden. Dit is echt het laatste deel. Eigenlijk is dit en het zwemmen precies, bestuurt precies hetzelfde. Het is gewoon een beetje zo van, oh ja. Is sowieso een pad waar je heen moet gaan. Dat kan je niet zelf kiezen. Dus dan, ja, weet je. Oh, vuur. Dat is niet goed. Ofwel, boeiend. We zijn toch bij water, ik bedoel maar. Dus ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Zoals ik zei, ik ben redelijk moe. Ik heb echt vrij weinig zin hierin. Ik kan er niks aan doen. Ik heb wel keiharde dorst, hè. Echt ongelooflijk. En we hebben weer zilver. Netjes. Hoppakee. Ah, dat lucht op. Hallo, lalalala. Dus nu. Heb het gehaald? Yay! Harry! 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 Yay! We gaan het overslaan. We gaan het helemaal overslaan. Eigenlijk was dat gewoon het leukste level van het hele spel. Dat best wel zielig is. Ik bedoel, zo geweldig was het niet. Waarschijnlijk gewoon net zoals gewoon zwerkbal van deel 1. Ik bedoel maar. Maar goed, hier gaan we dan lekker door het meer zwemmen. Gezellig. Ik bedoel maar. Hier hadden we ook een zilver. Dat duurt iets van 6 minuten. Ik weet niet precies hoe lang. Alweer, het gaat nu om de gameplay.
Het gaat helemaal niet om de gameplay, het gaat erom dat ik het haal. Dat is het enige wat nu boeit, Harry. Hij is het enige redje vrienden. Welke vrienden? Ik heb geen vrienden. Pff, dit spel dit probeert wat te vertellen. Dit is best wel irritant. Naar onder is naar boven. Het is best wel irritant, weet je. Weet je wel, weet je wel. Weet je, oeh, snel zwemmen. Lalalalalalala. Verzamel kiwier. Lekker kiwier. Hallo meneer de alien met 20 miljoen tentakels. Sneller Harry. Sneller dan de wind. Sneller. Ren bos, ren. Voor de mensen die het niet snappen. Ren Forest Run. Dat is misschien een film die jullie... Van een film die jullie misschien wel kennen. Eigenlijk als je die niet kent zou je keihard moeten schamen. Ik bedoel maar. Oh nee, dat doet ouwe. Ook hier gaan we wel lekker kiwier opeten. Lekker rauw. Het heeft zitten sudderen in het water. Heerlijk toch? Ik bedoel maar. Altijd lekker kiwier eten. Lekker bier eten. Om en om en om, weet je wel. Om en om en om. Weet je, best wel. Weet je. Waarom ben ik weet je te zeggen? Ik heb geen flauw idee. Maar. Nu heb ik best wel zin om nog eens een keer die Harry Potter films te gaan kijken. Best wel nog zin in. Dus ga ik waarschijnlijk van komende week eens nog eens een keer doen. Lekker Harry Potter kijken. En allemaal achter elkaar, hè. Ze zijn toch wel een goede 20 uur mee bezig, denk ik. Is er niet aan? Oh nee, de stenen vallen. Oh nee, we gaan niet dood. Dus daar ben ik waarschijnlijk zo rond de 20 uur mee bezig. Dus het gaat waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ga ik het niet... In één keer alle 8 films kijken. Want dat lijkt me een beetje overdreven. Ik kan wel de alle drie de Lord of the Rings achter elkaar kijken. Daar ben je ook al een goede, als je de extended versies kijkt, een goede 10 uur mee bezig. Maar het is gewoon episch om te doen. Hetzelfde wat ik een keer met Star Wars wil gaan doen. En al een keer heb gedaan. Alle 6 de films achter elkaar te kijken. Ben je wel een tijdje mee bezig. En je bent flink gaar daarna. Maar het is wel leuk om te doen zo af en toe. Vind ik zelf natuurlijk. Jij kan dan denken van, oh my god, Daniel, wat stom, waarom doe je dat nou, Daniel, wat is er mis met jou? En denk ik van, ja maar ik doe toch wat ik leuk vind, jij moet toch ook doen wat je leuk vindt? Nou, dat bedoel ik, weet je wel, weet je, oeh, weer, ik zie weer. Jij gaat, waarom heeft die hoer nou mijn weer opgegeten? Kut hoer. Ik heb dorst, ik heb nog steeds dorst. Ik keiharde dorst. Oeh, dat deed pijn hè Harry. Die dingetjes die jij hier afschiet, die zijn niet zo sterk hè. Het lijken wel spreuken, maar dan geen spreuken. Precies, nou zullen we dit even snel doen. Ga ik misschien ook niet dood, dat zal fijn zijn. Weet je, ik sta hier, godverdomme Harry, wat ben je aan het doen jongen? Waarom raak ik, godverdomme, kuthoer. Als je die nou eens raakt, Harry. Godverdomme. Als je nou eens een vijand kan raken in plaats van dat je godverdomme alles mist, Harry. Wat doe je met je leven, joh? Iets heel slechts in ieder geval, dat kan ik je vertellen. Kijk hoeveel je mist. Godverdomme. Kan ik nou eindelijk door of zo? Wat is dit voor fucking fuckzone? Haha. Nu ben ik nog bijna dood ook. Nou, Harry, sneller. Harry, sneller dan ik ga je dood. Harry Potter en de wc. Volgens mij zitten we gewoon in een riool. Zeg gewoon, oh, toen ging ik dood. Oh nee. Volgens mij zitten we gewoon, ben ik gewoon door een wc. Ben ik gewoon gekrompen. Ben ik door een wc ingegaan. Want dit ziet er wel uit als de binnenkant van een wc. Ik wil niet veel zeggen, maar daar lijkt dit wel op. Eigenlijk helemaal niet. Een klein beetje. Misschien. Oh nee. Ik ben geraakt door kippeneieren. Kippeneieren, ik bedoel visseieren. Vissen sperma! Yay! Smakelijk! Eten! Nou, nog een mooie 55 minuten de tijd over, toch? Ik bedoel maar, dus dat is toch mooi? 55 minuten de tijd? Dat is toch genieten? Of niet? Ik bedoel maar. Du-du-du-du-du-du. Ik ga dit opeten. Jam nam nam, nu ben ik snel. Yeah. What the helft. We zijn pas dat 5. Godverdomme, zitten jullie weer vals te spelen. Ha. Flikkertjes.
vieze, vuile banaantjes dat jullie zijn. Jullie zijn een uur en ik ben nu net 5 minuten. Godverde. Pas na, echt pas net 5 minuten. Pas echt net 5 minuten. Pas echt net, hè. Echt net, hè. Pas echt net, hè. Precies. En ik heb echt dorst en ik ben moe en ik heb koekje. Maar we gaan door. Want het slechte gaat ook altijd door. Het slechte van de wereld neemt ook geen pauze. Dus Daniel, die een gedeelte is van iets slechts, die neemt ook geen pauze. Toch? Oh nee, nu ga ik dood. Oh, dat viel helemaal niet op mij. Yay, oh. Is zo kut dat het omgekeerd is. Dat vind ik best wel kut. Dat vind ik best wel kut, hoor. Ja, lol. Nice shit. Nou, kom op, joh. Jongen, kom op, joh. The fuck? Als je nou eens... Kom op, Harry. Harry, jongen. What the fuck doe je, jong? Godverdomme, wat is dit voor kutzooi? Kutspel dat je bent, hè. Ik zit hier gewoon fucking half... Ik was sorry hier, vanaf als Rick speel. Maar even dit nog doen? Hey, ik heb er zin in. Hey, godverdomme, ben je een half minuut mee bezig geweest met één zo'n kleine kutding, weet je? Godverdekut. Dat is het enige wat ik erop heb te zeggen. Het enige, echt. Het enige wat ik erop heb te zeggen is godverkut. Nu ben ik nog door aan het gaan ook. Moet ik het helemaal overnieuw doen, Dali, ja? Als ik het helemaal overnieuw moet doen, hoe ga ik schreeuwen? Dan ga ik zo oh, kut! Nu moet ik zin in een koekje hebben. Of iets in iets te drinken. Wat koffie of energiedrank is misschien ook goed. Come on, Harry! You can it, Harry! Ik ben aan het... Oh, volgens mij hoor je mijn keyboard zo hard, hè? Dat is echt niet normaal. Ik weet nog toen ik net mijn microfoon had, en toen was ik VR3 aan het uitproberen daarmee. Want toen was VR3 echt pas net uit. Was nog op aardappel gaming, voor de mensen die het nog kunnen herinneren. En toen had ik nog geen sokken onder mijn keyboard. Ik heb echt een kut luid keyboard, hè. Echt een kut luid keyboard. En dan was het echt hard te horen. Volgens mij hoor je het nu niet zo heel erg hard meer, tot nauwelijks. Maar volgens mij hoorde je dat daarnet wel nog. Dus we weten niet, we zullen het wel zien. En hopelijk dat het godverdomme nu niet zwart is. Als het toch godverdomme nog zwart is, dan sla ik de fucking kutspel gewoon over. Ik bedoel maar. Nou, ook weer zilver gehaald. En nu gaan wij op naar Voldemort. En dan zijn we er bijna vanaf. En dan kunnen we eindelijk verder gaan met Harry Potter. Wat wel wat leuker is. Het is een stuk uitgebreider. Dus dan zal de serie ook wel een stuk langer zijn. Zwijnsteen verandert daar ook weer elk jaar. Dus het is een stuk anders. Waarschijnlijk zullen jullie dat wel leuker vinden. Controles zijn iets minder, vind ik zelf. Maar op zich speelt het spel een stuk beter dan dit. Fucking crap. Stronthoop. Carlo, ik bedoel maar. Kom terug naar de trofee. Nu! Ik laat je niet achter. Dood de tweede. Nee. Oh nee! Ach ja, kan gebeuren. Ja. Dat kan gebeuren. Ga je me doden? De jongen die bleef leven. Ik ben de jongen die bleef leven. Ik ga je doden. Dat is kut voor mij, ja. Crucio! Ja, maar Crucio kun je mij niet mee doodmaken, jongeman. Vieze hoer. Wat voor schoolspreukjes je in battle hebt. Is goed, ik ga wat skelet hier kapot maken. Pam, pam, pam. Pieuw, 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 pieuw. Ga jij mij vernietigen? Nou, dat zullen we nog wel eens zien, hè. Dan zou hij trots op me zijn en zou hij zeggen... Harry, dit doe je goed, jongen. Dit is echt... dit is goed, jongen. Oh nee, Harry. Je bent geraakt door een skelet. Harry... Duveleren, what the fuck? We zijn toch niet aan het Ik ben hier skeletten aan het doodmaken, joh. Vijf skeletten zijn al dood, dus eigenlijk, ja, weet je. Uh-oh. Dat is wel een makkelijke manier van het doodmaken, eigenlijk. Lol. Je ouders zouden trots op je zijn. Dat denk ik ook. Ik denk dat mijn ouders wel trots op mij zouden zijn, weet je. Zoals tegen jou, tegen Voldemort aan gaan vechten in mijn eentje. En 195 miljoen skeletten tegen me op. Ik bedoel, maar ik denk dat mijn ouders zouden denken van, Harry. Dit kan je goed doen. Ik doe liever niet dat je dit doet, want ik ben een van je ouders. Ofwel mijn vader of mijn moeder. Maar ik denk wel dat ze zouden zeggen van, Harry, goed gedaan, joh. Je doet het heel goed en je kan het. En is ook al faal, ja, dan ga je een beetje dood, maar we zijn trots op je, weet je. Weet je wel, Harry. Hey, Harry, we zijn trots op je. Dat zouden ze zeggen. Van, Harry, trots op jou zijn. Oké, wat nu, Voldemort? Voldy. Kom maar, Harry, kom tevoorschijn.
Ik sta recht voor je neus, sukkel. Als deze nou even dood wil gaan. Woep, woehoe. Zo de je. Zo. Die smerige dreuzelmoeder van je zou trots zijn. Ja, dankjewel. Jawel, waarom zou ze niet trots op je zijn, Harry, waarom zou ze niet trots op je zijn? Tuurlijk zou ze trots. Oh nee! Wow! Wow, ik heb een bal met licht. Ik heb een bal. Een bal met licht. Wow, dit is kut. Dit is echt kut om te doen. Wow! Wow. Niet echt hoor. Dit is zo kut dat ze controleren. Hè? Dit is echt... Woep. Godverdomme. Sta je toch eens voor. Boom. Boom. Nou, ik mis ook nog alles. Ik mis ook alles. What? Godverdomme. Dit is echt kut man. Dit is de controles van dit spel. Ah. Wat? Wat heb je gedaan? Oh nee! Hij kan iets optillen met... Hij heeft de force! Oh nee! Dat vind ik wel vreemd. Waarom kan hij nou opeens dat doen met zijn hand? Dat slaat eigenlijk nergens op. Dus wat nu het doel is... Raar maar waar. Dat is een leuke website trouwens. Raar maar waar is een hele goede website vind ik zelf. Kut ding! Als je dat nou godverdomme even... Godverdomme als je nou even meewerkt. Nee, inderdaad, daar heb je gelijk. Maar goed, het is raar maar waar. Wat ik moet doen, is dit standbeeld kapot maken met die bal. Ja, dit is vreemd, zoals ik al zei. Maar dat is het enige wat ik moet doen. Het enige wat ik moet gaan doen, is dat ding kapot gaan maken met dat bal. Met de bal. En om een of andere reden werkt dat ding godverdomme echt nooit mee. Ja, dit is echt godverdomme kut. Als je nou een muis of zo kon gebruiken, dan was het oké, maar dit is echt gewoon bagger. Dit is echt fucking fuck. En dan te bedenken dat ik het echt gewoon redelijk goed deed toen ik het opnemen was. Maar toen zul je altijd zien wanneer je het opnemen bent en het gaat fout, dan doe je het goed. En dan ga je het echt gaan opnemen en dan gaat het echt slecht. Ik sta recht voor je gezicht, Voldemort. Als je deed... Oh, boom! Nog eens, dit is niet oké. Ik snap het al. Ik snap het hoor, Voldemort, je wil mij dood hebben. Oh, dit meen je niet. Mocht dit nou eens niet helemaal over mijn nieuw moeten doen? Nou, weet je wat? Ik hoop dat jullie dit zeer leuk hebben gevonden. Ik heb er een pokkenhekel aan gehad, want alles ging fout. Letterlijk, echt alles ging eraan fout. Ik bedoel, ik heb fucking... De ratio van het beeldscherm werkt niet. Niks werkt in dit spel. De controles werken niet. Godverdomme, ik doe mijn best ervoor. Het werkt niet. Ik ben moe. Ik heb er geen zin meer in. Dus ik hoop toch dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik ga gewoon verder met Harry Potter en de Orde van de Phoenix in de volgende video. Ik hoop dat dat een stuk beter is voor jullie. Is er niet? Nou ja, dat is zo'n kut voor je. Dus mocht je dit graag een keer serieus willen zien. Kijk dan Serpent Gameplays kanaal. Want...